Pleasure, Art and Science, kortweg PAS. Zo heet het festival dat eind van de week van start gaat in en rond de gebouwen van de Universiteit Maastricht. Georganiseerd door de afdeling Studium Generale, dat de verheffing van de student en ook andere belangstellenden tot taak heeft. Iedereen is welkom bij de verschillende optredens en lezingen. De deuren van de universiteit gaan open en we willen heel graag laten zien wat voor een interessant onderzoek er plaatsvindt op de universiteit. Dus jonge wetenschappers die interessante dingen te vertellen hebben, die komen aan het woord. Vaak kort, dus het is echt een inleiding. Heel toegankelijk voor een breed publiek. Allerlei onderwerpen, dat kan gaan over psychologie, filosofie, het pensioenstelsel, gezondheidsissues, het brein en dat soort ontwikkelingen. En verder is het vooral ook pleasure, de P van PAS, pleasure. Art and Science. Veel muziek, dans, theater, straattheater. Echt een heel feestelijk, fijn programma met mooie pareltjes op prachtige plekken. Die inderdaad vaak voor het publiek niet 1, 2, 3 toegankelijk zijn. Zijn openbaar toegankelijk, maar toch mensen komen er niet snel. En als er dan nog iets feestelijks is te doen, dan is dat natuurlijk helemaal geweldig. Dit is een festival met heel veel blije mensen die van de ene naar de andere plek hoppen en de vragen en hoe was dit en hoe was dat en zo. In een van de lezingen legt een forensisch psycholoog uit hoe je kunt ontdekken of iemand staat te liegen. Nou, wat de meeste mensen dus doen als ze leugens willen detecteren is kijken naar gedrag. Ja, we weten uit onderzoek dat het eigenlijk niet zo goed werkt. Kijk, of iemand wegkijkt of friemelt of ongemakkelijk op zijn stoel zit, zegt eigenlijk niet heel veel of dat iemand aan het liegen is. Wat we veel beter kunnen doen is luisteren naar wat iemand zegt. Dus echt de woorden en de taal die iemand gebruikt en dat gebruiken om iets te zeggen of iemand liegt of niet. Een voorbeeld is als iemand zichzelf tegenspreekt. In het begin van de verklaring zegt iemand van oh, de auto was rood. Hè? Verderop, de auto was geel. Ja, hier klopt iets niet. Ja, dus daar zouden we veel beter op letten. En hoe waterdicht is zoiets dan? Doorgaans, als we geen hulpmiddelen gebruiken, zitten we op 50%. Dat wil dus zeggen kansniveau. We kunnen net zo goed een muntje opgooien om te beslissen of iemand liegt of niet. Hebben we hulpmiddelen, dan raken we tot ongeveer aan 70%. Dus het is niet volledig waterdicht. Als ik weet waar ik het over heb, dan moet je daarmee beginnen. Met dat soort dingen inderdaad. Precies.